President Desiree Boutersen heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het district Kommewijnen. Tijdens dit bezoek, dat gisteren heeft plaatsgehad, heeft het staatshoofd polshoogte genomen bij diverse projecten die op dit moment gaande zijn in het district. Ook zijn de andere problemen waarmee Kommewijnen kampt besproken. Het staatshoofd heeft ook een bezoek gebracht aan de Meerzorgsportbond. Hij beloofde dat er spoedig een nieuwe tribune met een internationaal karakter zal worden gebouwd, die ongeveer 1800 bezoekers zal kunnen accommoderen. Ook het grasveld zal een grondige aanpak krijgen. De Richelieu zal binnenkort een aanvang worden gemaakt met de bouw van 50 woningen. Verder kwamen aan de orde de waterproblematiek en de infrastructuur, die eveneens de aandacht van de regering hebben. Districtscommissaris Remy Polak van Paramaribo Zuidwest, die ook bewoner is van Kommewijnen, en de DC van Kommewijnen, Ajay Kumar Kali, maakt een deel uit van de delegatie die samen met de president de verschillende accommodaties heeft bezocht. De bewoners zijn door dit bezoek hoopvol gestemd en zijn van mening dat het district een mooie toekomst tegemoet gaat.